Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. U bent bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Boomerang, is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig zwel. Ik ben geopereerd en mijn ruggenmerg is geraakt. Sorry. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Valère was mismeesterd aan zijn stembanden. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest zo ontzettend lachen. Maar ik wist natuurlijk van, ik mag hier niet lachen. Dus ik probeerde mijn lach in te houden. Maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op de ernst, ja, hoe meer ik voelde van, dit hou ik niet uit. Het was afschuwelijk. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Waarom? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Dat mag. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Want mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan... Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb hetzelfde gehoord, Valère. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemband. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen hoe dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gedurende een half uur. Dit kan dus niet. Kan voor mij uitgelacht te worden vlak in het gezicht aan plein publiek. Excuseer, ik heb het ook gedaan. Het was een complot. Men wou mij...